Welkom voor een korte Tao-meditatie gericht naar onze lever. We gaan hiervoor de helende klank gebruiken om onze lever te ontspannen, om die een stuk te zuiveren en opnieuw op te laden. En starten met een moment te nemen om onszelf even waar te nemen, sluiten onze ogen en richten de aandacht naar binnen. Observeer waar je ademt en hoe je ademt. Observeer je houding. Probeer zo ontspannen mogelijk rechtop te zitten. Voeten goed in contact met de aarde. Je rug zo lang mogelijk. Observeer jezelf. Qua gedachtes, verhalen, situaties die nog aanwezig zijn in je hoofd. Observeer jezelf in je hart. Voel wat er leeft in je hart. Zijn daar emoties aanwezig, gevoelens? En in het thema van onze levermeditatie is het goed om waar te nemen de mate waarin je enige vorm van boosheid, irritatie, frustratie, ongeduld vasthoudt. Voel of dat die boosheid, die irritatie vooral gericht is naar jezelf. Dat die gericht is naar één of meerdere andere personen. Voel je boosheid, irritatie naar een situatie toe. En het is oké om dit waar te nemen. Zo, we hebben even ingecheckt. Dan gaan we voor we verder gaan in onze meditatie, een klein beetje ons lichaam wat losmaken. We beginnen met onze schommelbeweging. We wiegen voor achterwaarts vanuit ons bekken. En we laten die schommelbeweging geleidelijk aan doorheen de hele ruggengraat naar omhoog. Dus vanuit je bekken start je en dan ontspannen, laat je die beweging maar doorgaan. Zodanig dat je uiteindelijk ook je hoofd voelt meeschudden, wiegen. En uiteraard, je doet dit zacht met zorg voor je rug, voor je eigen lichaam. Kan je dit naar een rustpunt laten komen? Dan gaan we wat zijdelings schudden. Links, rechts, links, rechts. Focus in het bekken. Los, los, los. En ook nu laat je die beweging weer doorheen de ruggengraat naar omhoog gaan tot bij je hoofd. Telkens herbegin je onderaan, bekken, buik, onderrug, middenrif. Borstkas, schouders, keel, nek, hoofd. Nog een laatste maal op jouw eigen tempo. Schud en wieg om je rug wat te versoeven. Oké, laatste oefening. Ademen in. Laat een ontspannende kin op onze borstkas zinken. En met een volgende uitademing laten we onze borstkas naar achter zinken. Onze zonnevlecht, buik. Onze rug wordt helemaal rond. En dan langzaam buigen we voorwaarts. Schouders zinken naar de knieën toe en dan gaan we ons weer oprichten.
We vertrekken weer vanuit ons buikgebied. Open en langzaam de voorzijde. Richten het lichaam terug op. Kantelen ons bekken en ons hoofd. We zitten weer pijlrecht. We hernemen dat nog eenmaal. Laat je hoofd zinken. Laat je borstkas zinken. Je zonnevlecht, buik, zo rond mogelijk in je rug. Duik langzaam naar boven. En richt je weer op vanuit je bekkenbuikgebied. Open je de voorzijde opwaarts. Richt je lichaam weer helemaal op. Kantelbekken, kantelhoofd en even aankomen in onze centrale as en voel. Voel nu al even het effect van die kleine oefeningen op je hoofd, je hart, je buikcenter, op je gedachten, gevoelens, vitaliteit. Dan gaan we onze aandacht naar onze lever brengen. Leg één of beide handen op je lever of omvat je lever aan de rechterzijde in je flank. Kan je lichaam zelfs een klein beetje naar die rechterzijde draaien. Focus je ademhaling tussen je handen. Laat tegelijkertijd je ogen zacht worden en mild. De ogen zijn de poorten naar onze lever. En voel, observeer, adem. Kijk naar binnen, luister naar binnen. Voel je daar zwaarte, spanning? Voel je boosheid, irritatie, frustratie? Blijf rustig ademen. Dan gaan we het levergeluid doen om in onze lever meer ruimte te laten komen, meer zachtheid, meer openheid. Brengen onze handen zijdelings naar omhoog met een inademing. Vingers kruisen in elkaar. Je draait de handpalmen. Strekt recht, zachtjes de rechterpols opwaarts. Blijf nog eventjes in deze positie. Adem opnieuw in. Uit, breng de handen zijdelings naar beneden. En schud je lichaam, je schouders, je armen, je rug, je bekken los, 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 los. Laat dan opnieuw je handen liefdevol op of rond je lever. Zachte ogen. Aandachtig aanwezig. Voelen. Luisteren. Dat gaan we dan nogmaals doen. Diepe inademing. Handen gaan langzaam opwaarts. Vingers in elkaar, draai de palmen. Strek je rechterpols opwaarts. Langzaam met de handen naar beneden komend. Ontspannen, wiegen, schudden,
Laat die spanningen van je afstromen, laat ze zinken in de aarde. En opnieuw, aandachtige aanwezigheid diep naar binnen in de lever. Luisteren, voelen, aanwezig zijn. Blijf ademen tussen je handen. De ogen zijn nog steeds zacht en mild. We gaan dat nog één keer doen. Inademen, handen gaan zijdelings naar omhoog. Strek je rechterpols. En uitademend langzaam terug naar beneden. Losschudden. Laat die spanningen, die zwaarte, negatieve gedachten, irritatie, frustratie, laat die maar van je afstromen, diep in de aarde. En omvat terug die lever. Aandachtig aanwezig, ademend in de lever. Zachte ogen. We gaan ons verbinden met de deugdenkwaliteiten van onze lever. Een gebalanceerde leverenergie laat ons toe om vriendelijk te zijn. Geduld, zachtheid, verdraagzaamheid. Laat die deugden diep resoneren in je lever. Samen met de zachtheid van je ogen. Vriendelijk, geduldig, verdraagzaam. Dan gaan we onze lever opladen. We gaan dat doen met de energie van het houtelement vanuit de natuur. We verbinden ons met de bomen, de planten, de energie van de bloemen, de kruiden, de energie van de lente, alle intelligentie en informatie die naar ons toe komt vanuit het oosten. Het kristalheldere, frisgroene licht. Adem het in en laat het diep naar binnen stromen in je lever. Laat heel je lever ermee vol lopen. Laat jezelf toe om ook dankbaarheid en liefde te voelen voor je lever. Voor al het werk dat je lever dagelijks voor je doet. Kristalhelder, fris groen licht. Dan blijf je met één hand in contact op de lever, de andere hand plaats je op de houtzone in het rechterdeel van je buik. Je beademt de verbondenheid tussen je lever en het houtelement. Zachte ogen. Laat ook je ogen in verbinding gaan met de lever. De lever naar het houtelement. De kristalheldere, groene lente-energie.
we integreren, we cirkelen over onze dantien. Over de onderrug. We gaan de energie nog even herverdelen over ons meridiaannetwerk via de zijkanten naar beneden of beneden. Via de binnenzijde terug aanvoeren. En dan nogmaals. En vanuit de buik gaan we naar ons hartcenter en spreiden ook de energie uit in de armen. Via de binnenzijde naar de hand toe, via de buitenzijde keer je terug. Nog één keer. Laat de zachtheid doorheen je meridiaannetwerk stromen. En kom terug thuis in de dantien. Laat je handen nog even rusten op je centerpunt. En voel nog even het effect doorheen de drie dantiens, hoofd, hart en buik. Dan adem je weer een paar keer dieper in en uit en je laat jezelf terug wat meer naar het hier en nu komen. Wat was het dan?